irritantste met de drift is dat die spullen overal door je kofferbak heen glijden. En daarom heb ik deze rubberen mat van de kledering. Dat staat hier onderop. En je denkt, ja, maar dat is wel heel theoretisch fouten. Nou, weet je, in de winter moet ik ook wel eens eieren halen voor mijn meisje. Want ik wil pannenkoeken bakken of taart maken of gekookt eitje. Ja, en waar laat je die dan? Dus wij gaan het vandaag demonstreren aan jullie. Dat als ik een rubberen mat, dit is gewoon lekker wat stroef. Dat je daar gewoon prima spullen op kan zetten en ja, dan een rondje drift en dan blijft het allemaal netjes staan. Ik ga die mat er een beetje inplooien, want hij komt nog uit de verpakking. Dus hij is een klein beetje opgevouwen nog geweest. Ja, hoor. Andere zon. Zo. Is nog nieuw, hè? Goed bij. Heb je iets om te vervoeren? Ik heb 3 eieren mee. Dus ik hoop dat ze heel blijven. Dat stinkt wel heel erg, hè? Het voordeel is wel, met een rubberen mat, die kan je dan gewoon daarna met water afspoelen. Alleen de rest van de auto niet. Ja, beetje vertrouwen in het product, kom op. Ja, precies. Zet ze gewoon hier tegen het randje en we gaan. Wordt dit scrambled eggs? Of scrambled eggs! Lukt het eitje? Ja, wel lekker, zo'n scrambled eggs. Alleen geen groot koffiezetapparaat bij me. Wel de leukste manier gevonden om eieren te klussen. Ja. Zijn jullie ook zo benieuwd? Hoe ze er nu bij liggen? Zeg ze nog? Moet ze er wel voorzichtig uithalen. Misschien kan ik deze toch niet bij, ja. Maar de rubberen mat is echt prima. Hoe ga ik dit nou opruimen? Overheen driften? Ja, dat zou het beste. En ik wilde nog even deze laten zien, want deze kreeg ik bij. Dus, weet je, dit zijn van die suffe dingen die dan toch stiekem wel handig zijn. Ik heb natuurlijk één vieze... Waar veeg je vieze handen aan af? Altijd aan je sok? Wat valt dat mis? Je zou tissues in die bak kunnen doen bijvoorbeeld. Tissues, ja. Nee, maar serieus, dit is inklapbaar, dus je kan hem ook helemaal inklappen. Zoals, even een dit dingetje in. Jongens, maak niet zo'n herrie, ik ben er zijn niet uit. Dit is helemaal inklapbaar en dan kan je volgens mij ook weer helemaal, echt helemaal klein maken. Dus dit is op zich natuurlijk wel echt gewoon super handig. Hier had ik mijn eieren. Als ik gewoon hier de eieren in had gedaan en niet zo lomp hem even aan jullie willen demonstreren. Ik wilde hem eigenlijk omhoog gooien. Dat had waarschijnlijk hetzelfde effect gehad. Maar goed. Een thermosje voor als je tijdens de drift dorst krijgt. Je gewoon een koud watertje hebt en zo. Dat is er allemaal gewoon bij. Maar mat, goedgekeurd? Mat is goedgekeurd. Ja, ei niet. Ei is niet goed. Dit is met dat ei. Ga hem opruimen. Kijk, Wouter doet van al zijn eigen stunts. Zo jongens, ik heb er nu een maandje mee rondgereden. Vies ook, hè? Nee, dit is trouwens niet mijn auto, want die is natuurlijk weg. Maar dit is Martijn, die heeft dezelfde auto. Het is toch wel handig. En hij ligt er nu strak in. Dat rubber moet altijd even een beetje plat worden. Komt natuurlijk een soort opgerold in de verpakking. Naar mij toe. Maar het is wel handig. Vooral, kijk, Martijn, ik zal eens even iets laten zien van Martijn. Die zou ook zeg maar een hoes hier willen hebben. Hij doet namelijk mountainbiken tegenwoordig. Dus hij gooit er wel eens iets met rotzooi achterin. Smerige hond. Gebruiksvoorwerp. Gebruiksvoorwerp. Het zou voor jou trouwens wel handig zijn, Martijn. Want ze hebben ook van die rubberen matten in het interieur. Als je dan gefietst hebt met vieze schoenen of gewandeld. Zo. En de pasvorm is dus inderdaad gewoon prima. Of perfect, moet ik zeggen. Perfect voor de groep.